persoonsgegevens. Ook de RDW heeft ze nodig om zijn werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld om uw gloednieuwe auto op uw naam te zetten, om uw klassieke uit Amerika geïmporteerde motor op de weg toe te laten of om uw brommerijbewijs te maken. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres en burgerservicenummer. Maar ook andere gegevens zoals de handtekening en de foto op uw rijbewijs en het kenteken van uw auto. We gaan heel zorgvuldig om met deze gegevens en voldoen aan alle wettelijke eisen. Al onze digitale verbindingen zijn beveiligd, onze gebouwen zijn voorzien van beveiligingscamera's en alleen mensen met een speciale bevoegdheid kunnen uw gegevens inzien. De RDW is verplicht om gegevens met andere partijen te delen. Bijvoorbeeld met de politie om iemand op te sporen, met autofabrikanten voor een terugroepactie of met het Centraal Justitieel Incassobureau om een boete te innen. Dit geldt ook voor boetes voor snelheidsovertredingen in het buitenland. We delen uw persoonsgegevens alleen als de wet dit toestaat. We delen ze dus niet met bedrijven voor marketingdoeleinden. Ziet u uw gegevens ergens waar ze niet horen? Te alle tijden kunt u inzien welke gegevens de RDW van u heeft en met wie ze gedeeld zijn. Als het om een datalek gaat, meldt u deze met één druk op de knop. Met klachten over privacy kunt u bij onze functionaris gegevensbescherming terecht. Wij zorgen ervoor dat we uw gegevens op een veilige manier verwerken. Zo kunnen wij ons werk doen en kunt u veilig en vertrouwd op weg. Meer weten? Ga dan naar www.rdw.nl/privacy.